de biep naar boerderij. Het is geen graag gezellig hier, dus kom bij mij. Hoi, ik ben Bart. En ik ben Bibi. De binnenbeertjes op een rij. De gigagroenten staan te trappelen. De vierkantjes zijn zo blij. Welkom op de biebaboe, op de biebaboerderij. Welkom op de biebaboe. Goedendag en welkom op de Biba-boerderij. Vandaag ga ik eens kijken wat Bibi aan het doen is. Ik vind het namelijk heerlijk om te kijken naar mensen die werken. Zo, is het tijd voor de grote schoonmaak. Oh, hoi. Viva. Huh? Ik dacht, ik ruim de kastjes een keertje op. En weet je, je vindt de grootste schatten. Oh, echt? Echte schatten? Niet dus. Alleen maar rommel. En wat moet je ermee? Wij vogelverschrikkers zeggen altijd, je moet niet vragen, gewoon verjagen. Nou, probeer dat dan maar eens. Nou, dat lukt niet echt, hè? Weet je wat we nodig hebben? Een flinke bezem. En die ga ik even halen. Bibi, ik let wel even op de rommel. Dankjewel. Oh. Een oude rol papier. Het zal toch niet een schatkaart zijn? Eens even kijken. Viva, help je zo mee met de rommel? Wat moet er gebeuren dan? Tja, Viva, wat doe je zoal met rommel? Weggooien. Nou, wat een goed idee, Viva. Weggooien? Maar je helpt me dus zo eventjes? Nee, want ik moet vogels verjagen. Ja. Tja, ieder zijn eigen werk. Ja. Als Bibi zomaar schatkaarten wil weggooien, dan mag ik ze ook houden. Hey, hallo, daar zijn we weer. Biba Banaan en Biba Pig. Met tellen, rijmen en kleuren en misschien nog wel veel meer. Doe mee! Dag, hallo, meneer Biba Pig. Oh, dag, hallo, mevrouw Biba Banaan. Meneer Biba Pig, ik heb een geheim. Mevrouw Biba Banaan toch? Is het een groot geheim? Nou, nee. Het is een klein geheimpje. Eigenlijk een piepklein geheimpje. Oh, spannend, mevrouw Biba Banaan. Is het een blauw geheim? Of een geel geheim? Het is een rood geheimpje. Oh, een piepklein rood geheimpje. Mag ik het weten? U altijd, meneer Biba Pig. Oh, echt? Vindt u mij lief? Meneer Biba Pig, nu is het geen geheim meer. Dag, hallo en tot ziens, meneer Biba Pig. Dag, hallo en tot ziens. 1, 2, 3. Een echte schatkaart. En Bibi wil hem gewoon weggooien. Ik ben zo benieuwd wat erop staat. Maar eerst een plekje vinden waar niemand me ziet. Hey, hoi, oh, Viva. Hey. Hi-ha. Hallo, de lief. Ik zei niet eens kiekeboe. Hey, wat heb je daar achter je rug? Waar? Daar. Niks. Het lijkt wel een rol papier. Ja, is dat een tekening? Nee,
dat is mijn schatkaart. Afblijven. Schatkaart? Zei ik schatkaart? Ik bedoelde schatkaart. Wat is een schatkaart? Dat is een soort tekening. En als je precies doet wat erop staat, dan vind je een schat. Dit is geen schatkaart, hoor. Wil je hem zien? Ja, leuk! Een tekening! Zeg, heb ik er ook nog wat over te zeggen? Nee, rol maar gewoon open. Oh, vind je een keer een schatkaart? Bemoeit iedereen zich er weer mee. Huh? Oh, wat mooi! Allemaal letters! Hey, Viva, kun jij lezen? Nee. Maar er staat wel een tekening van een appelboom op. Een grote appelboom. Hé, hey, maar dan ligt daar die schat. Oh, ja. Maar we hebben hier helemaal geen appelboom. Oh, maar vroeger stond er een hele grote appelboom op de plek waar nu de speelweide is. Oh, hey, kom op. Hey, waar wachten we op? Hey, Viva, kom. Jongens, ik ga wel even alleen kijken. Een echte schat, helemaal alleen voor mij? Niet dus. Kijk, kan jij lezen, Biba Wortel? Groenten kunnen niet lezen, Tita Tomaat. Ik kan anders heel goed praten. Hoor maar. Ik praat. Praat. Biba Boon. Je kunt zelfs te veel praten. Ha, ja, maar praten, dat kan ik. En dieren, Biba Wortel? Lezen die dan ook? Nee, dieren ook niet. Ha, dieren kunnen niet eens praten. Die zeggen alleen boe of waf of oink. Toch is dat ook een soort praten. Ja, hè? Nou, ik ben een boon als ik er iets van versta. Sterker, ik ben een boon. Tja, je moet gewoon luisteren naar dieren en dan hoor je dat ze ook iets te vertellen hebben. Dat ze honger hebben, of dat ze blij zijn, of dat ze verliefd zijn. Wat een Nina nonsens. Laten we dan maar gewoon eens gaan kijken. Ja, filmpje. Ja, kom maar. Leuke filmpje. Ja. Schrijf eens op. Stil. Dank. Geiten die mekkeren. Nou, ik hoor ze anders alleen maar kauwen. Maar ik weet wel wat geiten zeggen, hoor. Kijk eens aan, de varkentjes. Zitten ook te kauwen. Maar ik weet wat ze normaal zeggen. Boe, me. Ah, de kippen. Dat is toch echt een makkie, Bibabon? Weet ik. Kippen die loeien, geloof ik. Ha, ze bedoelen de paarden. Die hinneken. Oh, nou weet ik het. Koeien die loeien. Haha, goed zo, Bonemans. Dag, of doei. Dag. Prima, Boon. Een echte schatkaart. Maar we kunnen hem niet lezen. Gelukkig staat er een tekening bij van de oude appelboom. Hoe weet je nou dat die schat hier ligt? Nou, omdat hier de oude appelboom stond. Ja, precies hier. Precies hier. De appelboom was nog ouder dan mijn vader. Nog ouder dan mijn oude opaatje. Ja. En zijn takken waren zo hoog dat ze de wolken raakten. Zijn wortels stonden precies hier. Nou, volgens mij stond hij hier. Nee, precies hier. Nee, echt hoor. Want hier staat de stronk nog. Nee, maar als hij daar stond, moet je daar gaan graven. Ja. Hè? Graven? Ja, naar de schat. Kijk. Oh, een schatkaart? Ja, oh, wacht. Bibi, jij kunt lezen. Wat staat er?
Hier staat recept voor... Oh, wat geweldig! Ja, zie je wel. Het is een echte schatkaart. Wat staat er, Bibi? Hier staat een recept voor appeltaart. Appeltaart? Oh, het recept voor oma's appeltaart. Die was ik al heel lang kwijt. Wat leuk, jongens. Wacht, wacht. Recept? Recept? Dus geen schatkaart. Maar Viva, waarom heb je het nou steeds over die schatkaart? Nou, ik vond een rol oud papier op de grond. En die wilde jij weggooien. Ach, vanochtend. Ja, en toen dacht ik dat het een schatkaart was. Logisch. Elke rol papier is een schatkaart. Die Viva. Een recept? Wat is een recept? Een recept? Dat is eigenlijk ook een soort schatkaart. Echt? Dus het is wel een schatkaart? Ja, kom, volg mij maar. Nee. Geen schatkaart, maar een recept. Maar nu zegt Bibi dat het toch een schatkaart is. Spelen op je kamertje, of als je koekjes hebt gebakken in de keuken. Wees een heertje of een dametje. Kom op, kom op, en ruim je rommel op. Laat niet alles slingeren, gewoon maar in het rond. Ruim je rira. En dan vier stappen langs het raam recht naar voren. 1, 2, 3, 4. En dan rechts omdraaien. Staat dat er echt? Nee joh, dat verzint hij. Hij kan helemaal niet lezen joh. We doen net alsof. Draaien naar rechts dus. En dan drie stappen naar de tafel. 1, 2, 3. Wat ruikt het hier lekker? Volgens mij ruik ik de schat al. En oh, kijk nou, de schatbewaarder. Ja, jullie hebben de schat gevonden. Tada! Hey! Wie wil er een stukje? Ja, lekker! Ik 2. Ja, Bibi had gelijk. De rolpapier was een echte schatkaart. Want we hebben een prachtige schat gevonden. De schat van oma's appeltaart. Kom, Bibi, dan gaan we zwaaien. Ja! Dit was het, de groetjes tot de volgende keer. Als morgen en de haan kraait, dan zijn we er weer. Met nieuwe avonturen ben jij er dan bij. Tot ziens op de Biba, misschien je op de Biba. De Biba.